Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer bij jullie terug met een opruimvideo. Dit soort video's heb ik echt al, kan ik zeggen, jaren niet gemaakt. Ik weet niet eens hoe lang, maar het is in ieder geval absoluut weer tijd. Ik ben ook dus een half jaar ziek geweest. Ik heb heel veel make-up, letterlijk gewoon een half jaar niet gebruikt. En ook langer, want ik was echt een hoorder. Een beetje een hoorder. Maar omdat ik dus altijd zoveel make-up video's maakte en ik heel veel make-up in PR ontving, had ik altijd heel erg het gevoel dat ik niet te veel kan wegdoen. Want misschien moet ik het nog hebben in een video. Ik moet afwisselen. Bla 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 bla. Smoesjes hier, smoesjes daar. Maar ik maak nou niet meer zoveel video's als vroeger. Ik maak ook niet echt meer per se altijd zo heftige make-up looks als vroeger. Nog wel af en toe, maar niet meer zo vaak, zeg maar. Dus er mag echt een heleboel make-up weg. En jongens, ik overdrijf niet. Ik heb hier echt make-up liggen. Die heb ik al jaren. Like, ik ga alles wegdoen. Ik ga gewoon, alles gaat in de prullenbak. Alles waar gewoon nog net geen schimmel in zit, gaat in de prullenbak. En alles wat nog wel te gebruiken is, wordt gedoneerd. Dus dat zijn even de twee opties. Niks van wat ik nou ga wegdoen is echt nieuw of zo. Dus het is allemaal echt oude make-up. Alles wat nieuw is, wordt altijd of verkocht of gewoon gratis weggegeven. Vaak ook aan een of van jullie. Dus volg me op Instagram, want dat doe ik vaak daar. Maar nu is het echt tijd voor een grote schoonmaak. Ik ga ook een deel 1 en een deel 2 hiervan maken. Because it's a lot. En ik wil het ook niet te overhaasten. Dat is ook weer niet leuk, anders wordt het een hele haastige video. Dit is dan deel 1. En jongens, it's a lot. It's a lot. Het is veel make-up. Ik ga jullie ook tussendoor zeggen waarom ik het wegdoe. Welke make-up goed is, welke make-up niet goed is. Dus jullie krijgen ook een heleboel tips qua producten. Dat is altijd leuk. En ja, het is echt een bende. Dus laten we het gewoon snel gaan doen. Ik heb hier al mijn grote verhuisdoos. Ik heb er meer, dus ik weet niet of één doos genoeg is. Ik denk het wel. En misschien twee, maar ik denk dat gewoon één zo'n doos wel genoeg is, want hij is best wel groot. Dus dat is ook wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh my gosh. Oké, jongens, dit is dan hoe het er nou uitziet. Wat een bende. Al deze lipglossjes hier zijn allemaal nieuw. En mijn glossjes staan allemaal daar. Maar het is zo vol. Ik heb gewoon geen plek meer hiervoor. Deze la hier was ooit georganiseerd. Is het nu ook niet meer. Dus jongens, het is echt een bende. Dus we gaan het gewoon even lekker opruimen. Oké, ik ben lekker comfy in mijn sweatsuit. Wat gaan we vandaag doen in deel 1? We gaan alles wat hier bovenop staat, gaat worden opgeruimd. Het zijn eyeliners, het zijn lipglossjes en ook een ladekast. Die aan die kant wordt ook vandaag opgeruimd in deel 1. En in deel 2 wordt de ladekast aan die kant opgeruimd. En al mijn oogschaduwpaletten. Dus deel 1 en deel 2. Dus we gaan gewoon aan de slag. Ik ben vooral enthousiast met hier op mijn bureau, want dit moet echt worden opgeruimd. Dit kan echt niet meer zo. Is mijn beeld schoon? Want dit is mijn vlogcamera. Dus die heb ik al lang niet meer gebruikt. Oh jongens, wat een chaos. Oh my goodness. Ik ga gewoon even beginnen met dit wat hier staat. Hierin zijn al mijn sprays. Hier zijn allemaal glossjes. Hier zijn nog meer glossjes. En ook wat eyeliner. Die ook echt best wel gewoon weg kunnen. Ik ga gewoon beginnen, denk ik, met de sprays. Zo, deze is ook echt overvol. Zoveel sprays heeft één persoon niet nodig. Dit wat hierop staat, laat ik gewoon vol wat het is. Deze producten worden gewoon nog gebruikt. Beetje ingezoomd. Oké, even kijken. Ja, want dit zijn gewoon allemaal spoelies. Dit is voor mijn gezicht, lichaam, lipjes en nog wat extra stuff. Dus dit mag gewoon zo blijven. Maar deze laders zijn helemaal vol met allemaal setting sprays. Die eigenlijk bijna niet meer gebruikt worden. Deze is al bijna op. Dus deze ga ik gewoon gelijk wegdoen van Morphe. Ik heb hier van Catrice en Kruidvat. Deze van Catrice heel fijn. Maakt ook, hij is mat. Maar ik vind hem niet per se heel mat. Maar ik vind hem toch alsnog fijn. Dus deze hou ik. Deze van Kruidvat wordt niet echt gebruikt. Dus die gaat ook gewoon lekker weg. Deze laat echt overvol met echt mijn fave sprays. Deze is van Clarins. Heb ik nog vandaag gebruikt. Het is een hydrating spray. Dus jij mag blijven. Deze mag ook zeker blijven. Is ook al bijna op. Deze is ideaal voor als je echt een glow wilt. Dit is echt een perfecte glowy setting spray. Deze heb ik net nieuw. Heel fijn van YSL. Hou ik ook. Ik denk dat deze twee eruit gaan. Deze heb ik echt al lang. En is eigenlijk ook al wel bijna op. En ik heb heel veel NYX sprays die nieuwer zijn. Dus deze kan weg.
Dit, ik weet niet eens wat dit is. Dus deze twee gaan weg. Mijn twee favoriete sprays van NYX Cosmetics, jongens. Deze twee, dit zijn de beste betaalbare sprays. I love it. Deze is mat en deze is glanzend. En je hebt volgens mij ook gewoon nog een normale. Deze hou ik. Deze is perfect als je wilt dat je make-up de hele dag blijft zitten. Hou ik ook. Van OLJ. Deze is echt bijna leeg. Misschien moet ik even die bijna op zijn even gewoon snel gaan opmaken. Maar dit is wel echt, echt leeg. Dus ik denk dat deze gewoon weg kan. Jullie kunnen blijven. Nog een spray van NYX. Oeh, deze heb ik ook net nieuw. Oh, echt helemaal fichu, jongens. Oh my gosh. Deze is ook net nieuw. Deze ga ik bij de andere NYX spray doen. Deze fantastisch. Die is van Charlotte Tilbury. Ook ideaal als je wilt dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Deze van Benefit is echt heel mooi mat en maakt mooi egaal. Deze ook bijna op, dus deze ook fijn. Dus heel veel sprays van me op zijn bijna op. Dus ik ga even daarop richten dat ik gewoon even één spray gebruik en gewoon wat meer opmaak. Ja, en de Action Fixing Spray, obviously, ik hoef het niet eens te vertellen. Ik heb er like 100. Deze zijn echt amazing. Vandaar dat deze ook hier staat, want deze wordt echt bij elke make-up look gebruikt. Ik denk dat ik ze toch wel eventjes ga ordenen op welke hydrateert en welke mat zijn. Ja, deze is mat. Ik vind hem niet echt mat maken, maar toch ga ik hem gewoon bij mat doen. Deze is ook mat en deze maakt ook wel wat mat. Dus ik denk dat dit mijn matte sprays zijn. Dan ga ik over op wat glowy is. Dat is... Oh. Deze dop gaat er echt heel te vanaf. Super annoying. Dit zijn mijn twee glowy sprays. Dus deze gaan gewoon even hier. Dan mijn hydrating sprays. Dat zijn eigenlijk vooral deze twee. Ja. Deze twee voor hydrating. Die hier. En dit zijn mijn setting sprays. Die er echt voor zorgen dat je make-up goed vastlokt. Deze drie. Dus deze ga ik hieronder doen. En dat is het. Deze gaan dus allemaal weg. Waar is mijn doos? Ik heb mijn doos niet gepakt. Dat klinkt heel fout. Oké, jongens. Dan de glossjes. Hier mag echt heel veel weg. Ik hou van lipgloss. Dus ik heb altijd heel veel moeite met die wegdoen. Maar dit kan zo echt niet meer. Wat gewoon al jaren hier ligt, gaat er gewoon echt uit. En wat ik ook gewoon echt niet gebruik, gaat ook gewoon echt weg. Want ik moet echt even wat plek maken voor nieuwe shizzle. Oké, laten we gewoon beginnen van links naar rechts. Jongens, ik heb hier echt heel veel moeite mee. Oh my gosh, oké. Hier zijn al mijn Essence glossjes. Ik ga heel eerlijk zijn, ik denk dat ik ze gewoon allemaal hou. Misschien een paar kleuren die op elkaar lijken kunnen weg. Dit zijn mijn Essence glossjes. Ik vind die allemaal zo fijn. Ik ga mijn eigen dwing om er eentje weg te halen. Deze heeft wat meer glitter, dus deze hou ik. Deze hou ik ook. Oké, ik heb er maar eentje weggedaan. Ik leg ook altijd alles zo op zijn kop erin, want ik wil de kleuren goed kunnen zien. U bent de zwakste schakel. Tot ziens. U bent de zwakste schakel. Tot ziens. Dan gaan we verder. Deze is al super oud. Kan echt weg. Deze ook. Dit zijn mijn Givenchy glossjes. Echt, hiervan gaat er echt geen weg. Deze zijn echt top, top, top. I love them. Elke euro waard. Zet een beetje de nude kleuren bij elkaar of zo. Mijn lipolie van Clarins. I love them. Deze zijn echt fantastisch. Echter, is het nou gewoon eenmaal zo dat ik gewoon heel veel kleuren helaas niet gebruik. De kleuren die ik het vaakst gebruik zijn deze twee. Dus deze hou ik. Ja, en deze drie. Ja, ik vind het gewoon echt zonde om het weg te doen. Oh my gosh, waarom heb ik hier zoveel moeite mee? Ik denk dat ik de rode wel hou. Dat vind ik wel leuk. Ja, en deze twee gaan toch helaas het ruim verlaten. Dan heb ik hier nog wat random glossjes. Deze zijn ook van Essence, maar ze lijken ook weer heel veel op elkaar. Ik ga deze weg doen, deze houden. Van NYX en Catrice, deze van NYX hou ik. Deze is nieuw, deze oud gaat weg. Hier heb ik echt hele oude glossjes van Messauda. Oh my goodness, deze worden echt nooit gebruikt, dus gaan weg. Deze van NYX kan ook weg, wordt ook niet gebruikt. Drie glossjes van Elf. Ik ben niet zo'n fan van deze glossjes, dus gaan alle drie weg. Nou, op zich gaat het best wel goed. Even kijken. Nog meer van NYX. Oh, deze van Naked. Deze is echt heel fijn. Deze hou ik.
Deze gaan weg, allebei voor niks. Ze zijn op zich fijn, maar gewoon heel oud. Deze twee gaan ook weg, worden ook niet gebruikt. Hier nog meer die eigenlijk bijna nooit worden gebruikt. Ja, deze Maxed Up is wel... Ja, nee. Ik haal ze gewoon allebei. Ja, deze... Nee, deze van Kruidvat, ik hou hem, want deze is echt heel mooi nude. Deze van Lush wordt niet gebruikt. Deze van Clarence, allebei ook niet. Oh, het is hier ook echt zo vies. Maar ik heb maar even geen tijd slash zin om het echt schoon te gaan maken. Wat dus vervelend is aan deze, daar past er echt gewoon maar één per ding in. Dat is echt zo niet handig. Dan ga ik verder met deze. En ik vul dit ook gewoon weer hier aan. En dan maak ik deze vol. En dan pas ga ik hier door. Deze zijn echt gewoon te oud. Dit kan echt niet meer. Letterlijk allemaal weg. Deze van Essence is echt een dupe van deze van Clarins. Dit is echt een perfecte dupe. Maar deze is niet meer te koop. Dus kan ik hem ook niet meer echt gebruiken in de video's. Dus deze gaat weg. Deze van NYX is zo juicy. Ik weet niet of hij nog te koop is. Maar ik vind het wel heel fijn. Dus deze hou ik. Nog meer van Catrice kunnen allemaal weg. Dit zijn allemaal kleuren die ik al heel veel heb. Dus dan doe ik ze gewoon weg. Deze van Kiko blijven zeker. Kiko heeft echt de beste glosjes ever. Dan heb ik hier nog een heleboel glosjes van Juvia's Place. Deze heb ik echt al jaren. En zijn hier ook niet te koop. Dus deze gaan helaas allemaal weg. Ik vond ze wel echt heel fijn. Dus dat wel. Dit zijn hele leuke kleuren van NYX. Allemaal van die holographic. Maar helaas gebruik ik dit soort kleuren gewoon nooit zo. Eentje valt. Deze van Kylie Cosmetics wordt ook niet echt gebruikt. Want ik vind hem te gelig. En dat maakt mijn gebit ook geel. Is niet zo mooi. Deze twee ook al heel oud. Kunnen ook weg. Oeh, mijn fave gloss, jongens. Deze allebei eigenlijk. Deze is van Fenty in de kleur Fussy. En deze van Too Faced Lip Injection. Mijn twee faves blijven 100%. Deze kan ook... Ja, nee, deze hou ik. Is heel mooi nude. En ook een hele aparte nude. Dus deze hou ik ook. En deze van Fenty hou ik ook. Ook deze is echt heel mooi als ik ben gebruind. Hij heeft niet heel veel kleur. I love it. Dan hier van Maybelline. Ik heb ook een heleboel hier nieuw. Die liggen hier. Dus deze zijn allemaal heel fijn. Dus ik hou ze. Ook deze is echt vervelend qua verpakking. Want ook hier passen er niet twee in de rest elkaar. Dus ik ga gelijk ook deze er even bij halen. Want deze heb ik dus allemaal nieuw ontvangen van hun. I love deze glossjes. Oh my gosh. Dit zijn echt super goede betaalbare glossjes. En ik vind ze allemaal fijn. En nou heb je ook deze versies. Die plant. En die maak je lippen super vol. Ik wil ze allemaal houden. Maar dat ga ik niet doen. Een aantal gaan echt weg. Oké, deze hier ga ik houden. Deze vind ik wel heel mooi eruit zien. En deze gaan allemaal weg. Zoals je kunt zien ben ik niet de grootste fan van roze. Dus heel veel roze gaat weg. Deze staan allebei nude. Alleen deze heeft glitter, deze niet. Zoiets heb ik al van Essence, dus deze doe ik weg. Waarom passen jullie niet naast elkaar? Okidokie. Hebben we hier nog wat losjes van Morphe en van Essence. Deze zijn op zich wel echt fijn hoor, van Morphe. Deze hebben ook best wel veel pigment. En ik heb ze nog niet zo heel lang. Dus deze wil ik wel gewoon houden eigenlijk. Gewoon allemaal. Ik hou ze allemaal. Dan heb ik hier drie nieuwe glossjes van NYX. Die heb ik pas in een video getest. Hebben jullie natuurlijk allemaal gezien. Zien er mooi uit. Ik hou echter alleen maar deze twee. Deze gaat weg. Want zo'n kleur was gewoon echt letterlijk nooit gebruikt. Kijk even hoeveel plek ik nou over heb. Ik ga even deze verdieping eraf halen. Ik heb hier nog meer oude glossjes van Morphe. Van de Make It Big collectie. Ze zijn gewoon zo oud dat er gewoon helemaal stof op zit. Helaas, jullie zijn ook allemaal de zwakste schakel. Nou, ik heb jullie weer even uitgezoomd. Kijk even, dit gaat allemaal weg. Al deze glossjes hier gaan allemaal weg. En kijk even hoeveel plek ik nou weer heb voor een nieuwe glossjes. Dan heb ik deze lade ding, hoe het ook heet. Dit soort dingen kunnen in principe eigenlijk weg. Wordt niet echt gebruikt, is ook echt helemaal uitgedroogd. Dus deze twee kunnen al weg. Dit zijn oogschaduwen, liquid en een stick die ik vaak gebruik. Deze hou ik zeker. Dus deze kunnen hier of zo. Dit is ook een liquid eyeshadow. Maar die wordt niet echt vaak gebruikt. Dus deze gaat weg. En dit is een groene en een paarse eyeliner. Maar ik denk is die niet helemaal uitgedroogd. Volgens mij wel. Deze twee gaan allebei weg. Dan in de lade onder. Hier staan al mijn oogschaduw primers. Ook hiervan kunnen er veel weg. Deze van Essence is echt super goed, maar niet meer te koop. Dus kan ik niet echt meer in video's gebruiken. Deze hou ik van Urban Decay. Omdat dit is de enige met geen kleurtje. Dus deze hou ik.
En ik heb er hier drie van P. Louise. Twee van P. Louise en eentje van Revolution. Dit is een dupe van deze. Ik vind deze alle drie fijn. Dus deze kunnen eigenlijk wel gewoon allemaal blijven. Hier heb ik nog wat oogschaduw primers. Ook allemaal van P. Louise in verschillende kleuren. Deze zijn echt super handig. Vooral als ik me wat meer kleurrijke looks maak. En ze waren ook niet goedkoop. Dus deze hou ik. En hier nog een super random oogschaduw primer. Maar deze kan dus gewoon weg. Dan de lader eronder. Dit zijn mijn glitter eyeliners. Deze zijn allemaal echt heel fijn. Ik ga ze ook gewoon echt allemaal houden. Ik heb ze ook niet heel veel. En dit zijn al mijn normale en gekleurde eyeliners. Hiervan kunnen er ook wel veel weg hoor. Deze van Tarte. Deze van NYX Cosmetics is ook echt amazing. Deze van Queen Tarty, die is bruin, is ook fijn. En deze van Essence is ook bruin en ook heel fijn. Alles met een kleurtje blijft ook, want die heb ik niet veel. Deze zijn allemaal van NYX. Deze kan weg. Eyeliner pen. Deze van NYX ook heel fijn, kan ook blijven. Dus deze gaan allemaal weg. Dit gaat allemaal weg. Nou, dit ging goed hè jongens. Ik zie wel dat mijn camera aan het oververhitten is. Maar we gaan gewoon zien hoe lang die het nog volhoudt. Nu gaan we beginnen aan de ladekast. Ah. Oké jongens, dit wordt de eerste ladekast. Ik heb jullie al een beetje ingezoomd. Oké, in deze la zitten mijn foundations, concealers, primers hierachter. En hierachter nog een paar pore primers. Laten we eerst beginnen met de foundations. Want hier kan ook wel veel weg. En ik zie al gelijk iets wat weg kan. En met pijn in mijn hart ga ik toch deze MAC weghalen. Want ook op mijn bruinst ben ik niet zo bruin. Dus deze kleur is gewoon niet zo handig. Dus waarom heb ik hem nog? Geen idee. Deze kan weg. Deze heb ik net nieuw jongens. Deze is echt fantastisch. Oh my gosh. Hij zit ook echt heel erg goed. I love, love, love it. Ik heb de kleur 8 Golden Light. Deze van Clinique is fantastisch. Is mijn lichtste kleur. Dus deze hou ik ook. Deze is heel fijn, vooral in de zon. Alleen echter ook niet mijn kleur. Hij is te neutraal. Maar ik raad hem wel aan. Deze is heel fijn. Deze van Glowish wordt eigenlijk nooit gebruikt. Ik vind hem iets te glowish, dus deze gaat ook weg. Deze is ook wel fijn, maar het wordt niet echt gebruikt. Gaat weg. Deze van Morphe doet echt letterlijk helemaal niks, dus deze kan weg. Deze is wel fijn, van Anastasia. Even kijken, deze ontzettend dure foundation van Pat McGrath. Ik ga hem ook gewoon wegdoen. Hij is het geld niet eens per se waard. Deze van LA Girl, net als die van Morphe, doet hij niet zoveel, dus deze kan weg. Deze kleur is te licht, gaat ook weg. Deze is echt heel mat. Als je echt iets mats wilt wat volledig dekt, is dit echt de perfecte foundation voor jou van Catrice. Deze kunnen allebei blijven. Huda Beauty en Maybelline. Deze ook heel fijn van Olje. Alleen is hij ook weer veel te donker. Kan weg. Deze ook te donker. Ook wanneer bruin. Deze is wel fijn van Elf. Deze is ook fijn van Hourglass. Is wel heel licht. Maar ik wil hem toch houden voor als ik echt op mijn licht ben in de winter en zo. Dan heb ik deze van It Cosmetics. Blijft ook. Deze blijft ook. En deze van Flower Beauty. I love it. Deze is echt heel mooi glanzend. Deze blijft ook. Dan de concealers. Welke worden eigenlijk niet echt gebruikt? Deze twee worden niet echt gebruikt van B7 en Catrice. Even kijken. Deze is eigenlijk iets te donker. Maar ik ga hem toch houden. Want ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Ja, ik hang gewoon eigenlijk, toch wel zo. Deze wel fijn, maar deze is al zo oud. Deze moet echt het pand verlaten. Deze is veel te licht. Ook op mijn licht is hij te licht, dus deze kan weg. That's it. Er kunnen ook echt een heleboel primers weg. Deze van Essence heb ik al jaren, kan weg. Deze hou ik van Charlotte, I love it. Deze hou ik ook, een gezichtsolie van de Kiko. Ik heb heel veel glowy primers die ik eigenlijk niet gebruik. Die ik... Het nieuwste heb is volgens mij deze van Pixi. Dus deze ga ik houden. Deze kunnen allemaal weg. Ze zijn wel alle drie fijn, maar gewoon te oud. Hier nog meer. Even kijken. Deze van NYX. Dit is de beste primer als je wilt dat je make-up de hele dag blijft zitten, jongens. Ik ga hier echt doorheen als water. Fantastisch. Deze hou ik. Dit zijn allebei dupes van deze. Ik heb er ook over allebei een video gemaakt. Maar ze kunnen allebei weg, want het is just... too much voor ik alleen. Ik denk dat ik die van Catrice hou. Deze van Essence doe ik weg. Dan hier wat pore filling primers. Olje wordt niet echt gebruikt. En deze eigenlijk ook niet echt. Want die ik dus het vaakst gebruik staat op mijn bureau. En dat is dus deze. Ook van
OLJ. Deze is super filling. Deze is echt fantastisch. Dus eigenlijk gebruik ik alleen maar deze. Nou, dat ging vrij snel. Dit kan weg. Oké, dit is mijn blushla vooral. Hier zijn allemaal liquid blushes. Hier zijn normale blushes. Hier zijn losse poeders. Poederpaletjes hierachter. En hier nog wat matte pressed poeders die ik niet heel vaak gebruik. Ik hou van blush, dus zoals je ziet een heleboel blush. Maar veel kan ook wel gewoon werken. Vooral bij de liquid blushes, want ik gebruik echt niet zoveel. Deze is echt too much van LA Girl, dus deze kan al gelijk weg. Ik heb hier een paar van Huda die ik allemaal niet gebruik. Ook niet echt mijn kleur en zo. Dan heb ik er meer? Nee, dat was het. Dus deze kan weg. Deze mini kan ook weg. Ik haal er gewoon uit wat ik wel gebruik. Deze van Rare Beauty is echt amazing. Het is de kleur Hope. Deze is heel mooi. Allemaal van She Glam hou ik altijd. Deze zijn super betaalbaar en echt heel fijn. Deze hou ik ook van Queen Tarsi. Deze hou ik ook van Miss Sauda. Deze van Morphe. Ze zijn fijn, maar een beetje too much. Dus deze haal ik weg. En deze worden gewoon allemaal niet meer gebruikt. Dus deze kunnen weg. Ik hou alleen deze. Dan de poeders. Kan ook wel een hoop weg. Deze van Too Faced. Deze ga ik echt never ever weg doen. Ook al is die niet meer te koop. Deze is zo'n mooi roze glowy. Ik heb niks wat hierop lijkt. Hij is een beetje zo roze goud. Echt fantastisch. Deze ook. Gaat ook echt nooit weg. Van Too Faced Peachy Glow. Fantastisch. Een dupe hiervan heb ik ook. Dat is deze van Milani Luminoso. Deze heb ik echt al jaren. Dus ik denk dat ik hem toch weg ga doen. Dit is een biologische blush. Hou ik ook. Van Inika. Deze heb ik toevallig vandaag op. Dus deze hou ik. Ik doe even gewoon wat ik haal even ernaast neerleggen. Deze van MAC. Deze wilde ik als een meer neutrale everyday blush gebruiken. Alleen hij blendt echt voor geen reet. Dus deze gaat weg. Deze L'Oreal Peach is amazing. Maar heb ik ook al te lang. Dus deze gaat weg. En dan hou ik deze van Beauty Bay. Is een matte peach blush. En die heb ik wat minder lang. Dus deze hou ik dan. Ik heb hier nog wat blushes van Make-up Studio. De roze hou ik. Deze peachy gaat weg. Kiko was ook van een van hun collecties. Is ook echt amazing. Deze is zo fijn. Ook niet meer te koop. Maar ik vind hem echt heel mooi. Dus deze hou ik. Mijn Dior blush. Of course hou ik die ook. Dit is de mooiste roze matte blush ever. DA kan weg. Deze van Sephora ook. Die is de oranje. Deze van Flower. Hou ik. Dit is echt een dupe van deze van Dior. Ik weet niet of hij nog te halen is hier. Ik had hem toen gehaald bij Douglas. Maar wel heel fijn. Deze gaat weg. Deze van DM gaat ook weg. Even kijken. Wilde ik nou deze houden of niet? Nee, hè? Deze gaat weg. Deze kan weg. Deze hou ik van UNG Cosmetics. Die vind ik heel fijn. Van Wet n Wild. Deze vind ik ook fijn. Is heel mooi wanneer ik ben gebruind. Dus alleen deze gaan er weg. Ik vind dat ik hier best wel hard en goed doorheen ga. Mijn losse poeders hou ik allemaal. Ik heb er niet eens meer per se heel veel. Dus deze hou ik allemaal. Dan heb ik hier wat gezichtspaletjes. Deze heb ik net nieuw van Natasha Denona. Deze heb ik pas in een Instagram videootje gedeeld. Deze vind ik heel fijn. Dus deze hou ik. Deze hou ik ook van Iconic London. Jongens, deze is zo mooi. Kijk even dit. Hoe mooi is dit? Een blush en een highlight. I love it. Oh, ik heb hier nog gewoon een fully losse poeder. Oh my gosh, deze gebruikte ik zo vaak vroeger. Deze hou ik zeker. En dat was het. Deze paste toen hier niet meer bij. Want toen was hij nog helemaal vol. En nu wel, dus deze ga ik gewoon nog hierbij knallen. Dat ik hem niet weer vergeet. En hier heb ik gewoon nog een paar losse poeders. Gewoon, ja, pressed poeders. Die ik niet heel vaak gebruik, eerlijk gezegd. Maar ik wil ze wel hebben voor als ik ze gebruik. Deze van Essence is zo goed. De Brightening Up poeder. Deze is amazing. Deze van Sephora kan weg. Want het is gewoon eigenlijk gewoon deze. En deze hou ik ook, want dit is de enige met geen kleur. Dus deze hou ik voordat ik aan de kant verlaat. Dit is mijn bronzerla. Dit zijn allemaal bronzers. En hier een paar cream bronzers. Hierachter heb ik contourpaletten en hier contoursticks. Ik ga even beginnen met deze bronzers. Deze is van Morphe. Deze is heel mooi als ik ben gebruind. Alleen heb ik hem al te lang en hij is ook niet meer te koop, volgens mij hier in ieder geval. Dus deze kan weg. Deze van Catrice ook heel fijn, maar wordt ook niet gebruikt eigenlijk.
deze twee. Dit zijn mijn twee glowy bronzers van Milani en Catrice. Ze doen eigenlijk allebei de same thing. En ik vind die van Milani fijner. Dus deze hou ik. Nars. Deze is zo fijn. Ook voor to go. I love it. Een hele mooie bronzer voor op reis. In de kleur Laguna hou ik. Deze van It. Hij is mooi, alleen niet helemaal mijn kleur. Hij is te neutraal. Dus hij wordt op mijn huid wat patchy. Dus deze haal ik weg. Deze van Hoola, Benefit Hoola. Ik weet niet eens hoe lang ik die heb. Misschien echt 18 jaar of zo. Ik denk dat het tijd is om hem los te laten. Maar deze andere wil ik wel houden. De Hoola Caramel. Deze is echt fantastisch en heel mooi met mijn huidskleur. Dus deze hou ik. Hier nog twee poeders. Deze van MAC, jongens. Hoe vaak heb ik die gebruikt? Ik heb hem al jaren. Ik heb hem waarschijnlijk ook al te lang. Maar toch ga ik hem houden. Deze van Beauty Bay is een dupe van deze van MAC. Maar deze wil ik ook houden. Oh. Dan hier wat liquid bronzers. Ik ga alleen die van Chanel houden, want dat is de enige die ik gebruik. Deze twee gaan weg. Mijn contour paletjes kunnen denk ik ook wel een aantal weg. Deze van NYX gaat absoluut niet weg. Wordt echt vaak gebruikt. Deze van Catrice is helemaal kapot, maar deze heb ik altijd voor op reis. Dus nou ja, het is denk ik wel gewoon tijd om hem weg te doen. Dan heb ik hier nog een contour paletje van Anastasia. Deze ook wel echt heel fijn. Dus deze hou ik. Ik heb hem niet heel lang. Ik weet, hij bestaat al jaren. Maar ik heb hem nog niet zo heel lang. Dus deze hou ik. Dat was het. Dus ik hou alleen maar deze twee. En ik heb hier een heleboel sticks. Hier kunnen er ook echt wel een aantal weg. Mijn meest gebruikte is echt deze van Fenty. Deze. Dus deze hou ik 100%. Deze heb ik in de kleur Truffle. Deze van Essence wordt niet gebruikt. Deze van NYX wordt ook niet echt gebruikt. Deze wordt ook niet gebruikt van Revolution. Deze heel mooi van Naked. Die is heel mooi bronzy. Dus die hou ik. Deze van Chic Glam is heel fijn. Maar wordt niet echt gebruikt. Dus haal ik weg. Dan heb ik nog deze van Sosu of zoiets. Maar deze is te donker. Dus deze kan ook weg. Wel heel mooi creamy en heel fijn. Maar gewoon niet mijn kleur. Hier zijn allemaal mijn wimpers. Ik hou alles. Dus hier gaat niks weg. En hier heb ik allemaal glitters. En die blijven ook allemaal. Dus die kunnen met mijn slof ook weer dicht worden gemaakt. Nou, dit is een hoop wat ik hier weer weg ga doen. Dit gaat dus allemaal weg. Bye bye. Oké, mensen, dit was het dan voor deel 1. Ik heb echt een hoop weggedaan. Dit moet nog allemaal in de doos. Dit was dus deel 1. Volgende week zondag om 12 uur komt deel 2. Dus abonneer zeker to stay tuned. Oh, ik ben nu al moe. Nou, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog twee video's in beeld, zodat je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!